In deze uitzending nemen we u mee naar Museum Oud-Lunteren. Daar is een expositie met veteranenkunst. Ook is er weer een agenda, maar we beginnen met een creatief college van burgemeester en wethouders. Welkom bij Mooi Zo! Op 17 februari jongsleden bracht het college van burgemeester en wethouders een bezoek aan het platform Edese Kunstenaars. Dit in het kader van De Smaak van Van Gogh. Er was onder meer een lezing over het leven van de kunstenaar en hoogtepunt was de praktijkles Schilderen als Van Gogh. Je hebt het voor elkaar, je hebt burgemeester en wethouders aan het schilderen. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Wij hebben het voor elkaar als vereniging. Hè? Ja, wij waren zelf een beetje getriggerd door het feit dat er in het jaar van Van Gogh zoveel met smaak en food werd gedaan. En wij zijn als vereniging van PEC bij elkaar geweest en we hebben gezegd van wij willen dichter bij de kunstenaar blijven. Dus laten wij het college nu uitnodigen om te zeggen, jongens, prima, ook het marketing oogpunt, geweldige acties allemaal. Maar vergeet niet waar het om gaat, dat is Van Gogh zelf. En daar hebben we dus een doosje voor geopend vanmiddag bij het college. Ja. Erg leuk. Het is een hele leuke middag geweest, zoals je al zei. Wat waren de reacties? Tot nu toe zijn er erg leuke reacties gekomen. En ook, ik heb al een paar reacties gehoord van, goh, we hebben er echt wat van opgestoken. En dit, wij komen anders binnen. Wij gaan anders weg als dat we binnengekomen zijn. En dat zijn leuke opmerkingen, ja. En hoe gaat het nu verder met PEC? PEC, wij zetten het venster open, wat ik al zei in mijn speech. En wij zoeken allerlei samenwerkingsverbanden. We zullen in het jaar van Van Gogh vanaf 1 april hier in Cultura met een fantastisch evenement beginnen waar iedereen bij betrokken kan zijn. Waarin het publiek commentaar kan geven. Waarin scholen bij betrokken worden. Dus dat is een hele mooie samenwerkingsverband is daar ontstaan. En daar heb ik hartstikke veel zin in. Veteranenkunst, de kunst van het verwerken, is de titel van de tentoonstelling die tot en met 30 mei in Museum Oud-Lunteren te zien is. Deze tentoonstelling wordt georganiseerd door de Stichting Veteranenkunst. Eind vorig jaar werden wij benaderd door het bestuur van het Museum Oud-Lunteren. Of het eventueel mogelijk was in het kader van 70 jaar bevrijding van Lunteren om hier een expositie in te richten. En toen zijn wij in gesprek geraakt, uiteraard met het bestuur. En zijn we tot de conclusie gekomen dat dat prima past en dat wij graag bereid waren om hier een expositie in te richten. De Stichting Veteranenkunst is eigenlijk een platform voor veteranen en met name veteranen die kunst maken. In elke vorm. En wat wij vooral doen is zorgen dat de veteraan een platform krijgt waar hij zijn kunst kan laten zien. En het is niet alleen je kunst laten tonen, laten zien aan het publiek, maar ook met het publiek in contact komen. Want dat publiek en de veteraan, het verhaal van de veteraan, dat moet eigenlijk verteld worden. En dat kan hij dan doen middels het kunstwerk. Het is heel vaak zo dat veteranen, die kunnen hun verhaal niet kwijt. Maar die kunnen hun verhaal wel kwijt in hun kunstwerk. En als je dat dan kunt vertellen, dan is die route heel erg mooi. En daarmee kun je ook datgene wat je moet verwerken, kun je ook wat makkelijker verwerken. Stef Friedaal schildert ook. Is hij daarmee begonnen om ervaringen te verwerken of ziet hij zichzelf in de eerste plaats als kunstenaar? Nou, in eerste instantie eigenlijk omdat ik mezelf als kunstenaar zie. Daarnaast heb ik wel werk gemaakt om te verwerken. Dit werk wat we hier zien, dat verwijst naar de periode dat jij in dienst was, dat je militair was. Als ik het zo bekijk, was dat Cambodja. Dit is inderdaad gebaseerd op een ervaring in Cambodja, waar ik zelf niet geweest ben, maar wel een aantal collega's zijn geweest. En als veteranen onder elkaar wisselen jullie toch heel veel verhalen uit.
En uit die verhalen van mijn collega's heb ik eigenlijk dit schilderij gemaakt. En die zijn dus in Cambodja met het item kindsoldaat bezig geweest. Het schilderij dat impliceert eigenlijk dat daar, dat zie je in al die oorlogsgebieden, alle kinderen daar, dat zijn mooie kinderen. Behalve als ze een wapen in één keer bij zich hebben, dan wordt het in één keer anders. En je weet nooit wanneer dat gebeurt. Het is heel vaak voorgekomen dat collega's van mij geconfronteerd worden met kinderen die bijvoorbeeld een handgranaat in de zak hadden. Of iets anders. Een wapen bij zich hadden, terwijl ze dat eigenlijk niet verwachten. Want je verwacht een mooi kind en dan in één keer is het een wapen. En dan is het gewoon een lelijk kind. Op 25 en 26 maart speelt toneelvereniging Mare de voorstelling De Vliegende Hollander. Het verhaal over het vervloekte schip dat nergens een haven binnen kan lopen. Te zien in Theater Cultura. Aanvang 7:15. Op 28 maart zingt het koor Vocalize een passieconcert met de Lamentations of Jeremiah van Tellus en de Johannes Passion van Celle. Plaats de Oude Kerk aan de Grote Straat Ede. De toegang is gratis. De Kijkdoos in Bennekom exposeert in de voorjaarstentoonstelling werken van de kunstenaars Erik Matthijssen, Jacobien de Rooy en Norman Trapman. Er is werk te zien in verschillende disciplines en materialen. Tot zover deze uitzending. Reacties kunt u mailen naar mooizo@edetv.nl. Onze nieuwe aflevering is te zien vanaf 30 maart. Voor nu dank voor het kijken en graag tot een volgende keer.